Werken in de cloud klinkt ideaal voor bedrijven van elke omvang. Advies- en bedrijfsvastgoedkantoor Anker 18 koos voor de cloud omwille van de minimale investering vooraf en de nood om ook op verplaatsing toegang te krijgen tot belangrijke data. Wij zijn met Anker 18 in de cloud gaan werken omdat wij een vernieuwing van ons IT-systemen nodig hadden. En ook als dienstverlener in bedrijfsvastgoed komen wij veel ter plaatse bij onze klanten en kunnen wij met onze tablets waar onze medewerkers mee werken door het cloud-systeem direct alle juiste informatie verstrekken. Voorheen hadden wij een server lokaal staan bij ons op kantoor. Natuurlijk met de nodige risico's dat als een server crasht, dat wij data kunnen verliezen. Nu staat bij ons alles in de cloud. Dus dat bedrijfsrisico van het verlies van gegevens, dat hebben we nu niet meer. KMO in de cloud wordt verkocht door een lokale IT-partner die voor eerst de infrastructuur inventariseert van de eindgebruiker en die nadien helpt bij de implementatie en bij alle vragen daarover. Om een bedrijf te laten evolueren naar de cloud is er een heel stappenplan nodig, waarbij we uiteraard eerst zorgen dat alle infrastructuur wordt overgeplaatst en de applicaties worden overgeplaatst. En dan worden de medewerkers ook begeleid, want zij kunnen vanaf dan via een veilige verbinding gaan in toepassingen, zowel van thuis uit als onderweg. Door het beheer van de IT-infrastructuur uit te besteden aan een externe partner, kunnen bedrijven zich opnieuw toespitsen op hun kerntaken. Los daarvan is de cloud ook een kostenbesparende oplossing. Het bespaart in die zin dat door het in de cloud werken, dat er hier lokaal bij ons geen server meer draait. Ja, dus dat is al een energiebesparing aan zich. Voor de bedrijven zijn de voordelen van het werken in de cloud dat ze niet moeten investeren in eigen ICT-infrastructuur. En voor de eindgebruikers is het voordeel het werken van thuis uit, mobiel kunnen werken. Wij hoeven momenteel geen upgrades meer te doen aan onze service. Dat wordt door onze dienstverleners verzorgd. Dus dat is ook al een aanzienlijke besparing voor onze IT-kost. Cloud-systemen komen altijd met een automatisch backup-systeem, zodanig dat alle mogelijke problemen tot nul worden herleid. Meestal werkt men met een product waar dat er een prijs per gebruiker per maand wordt gegeven en waar men dan exact op voorhand kan weten wat men maandelijks zal betalen. Doordat we al 10 jaar bestaan, blijft onze data steeds groeien en groeien. Voorheen, als onze server zijn limiet bereikt had, dan moest de hardware weer aangepast worden. Nu gewoon is dat een belletje met onze IT-dienstverlener en wordt de opslagcapaciteit gewoon vergroot. Dus dat is weer een enorme besparing en flexibiliteit voor ons.